Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRD. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de Gama. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. Ieder die voor vrede vecht en van vrijheid houdt en recht, allen die voorwaarts gaan, sluiten zich bij ons aan. Elk die graag de waarheid hoort, houdt van ons gesproken woord, zijn haar programma's niet, pakkend op elk gebied. En geen staat zo waakzaam en zo klaar voor de luisteraar. Hallo, hier Hilversum, hier is de Gama, hier is de omroep van het vrije woord. Hier is de radio der proletaren, hier is muziek waar ieder graag naar hoort. Wie met ons vecht voor betere tijden, die sluit zich bij de VARA aan. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA, er is geen andere die ernaast kan staan. In de herkenningsmelodie van dit programma hoort wel altijd een stukje. Nu eens helemaal, maar misschien is er nog wel een couplet hoor. Het lied van Hugo de Groot, na de oorlog de dirigent van het Promenadeorkest en tekstschrijver Huib Wouters, ze schreven het in 1930, en Kees Pruis, die zong het daarnet in 1940. Goeiedag, Studio Hilversum. De Vereniging van Arbeiders Radioamateurs, de VARA, werd opgericht in Hotel Parkzicht in Amsterdam op 1 november 1925, bestaat dus 90 jaar. De VARA was de omroep van de zich emanciperende arbeidersbeweging. De omroep van het vrije woord, van geestelijke en zedelijke verheffing, van de arbeidende bevolking en van het nuttig en aangenaam bezighouden. De eerste uitzending was al op 7 november 1925. Dat was snel. Een redenvoering over de ontzaglijke culturele betekenis van de radio door de Amsterdamse wethouder Floor Wieboud, die was zeer geliefd, en muziek van de ministerieel Geert Dils uit Limburg, luid en zang, geliefd bij de arbeiders. Men zegt wel eens, Hilversum deed niks aan Limburgse artiesten. Nou, ze begonnen er zelfs mee. Vandaag weer een grove greep uit allerlei radioprogramma's. Excuses als uw programma er niet bij zit, want het is natuurlijk weer een hele grote brei. SCV Junior, de S staat voor Salomon. Hij leefde van 1894 tot 1974, regisseur van hoorspelen, vroeg Jan Haan om op 30 oktober 1937 een conferentie te verzorgen in het zaterdagavondprogramma En dan nu oké. Een woordje dat vandaag de dag te pas en te onpas wordt gebruikt. Oké. Jan Haan besloot een oude typetje van hem nieuw leven in te blazen, een sullige man met kleren die niet als gegoten zaten. Peter Pech. Peter Pech. Mijn moeder was Hendrikje Kuiper en mijn vader was Gerrit Jan Pech. Ze liepen, dat kwam door de liefde, op zeker een dag samen weg. Ze kuierden naar het stadhuis toe en daar was het werk gauw verricht. En zo werd toen zeer onnadenkend de Pech als familie gesticht. Als Pech ben ik geboren en Peter voelt ervoor. Als Peter Pech de eerste leven door. Elk mens heeft wel een koffie, maar hoe ik het plooi opleg. Als ik nog eens een koffie heb, is het nog een bom met pech. Peter Pech, zijn vrouw heette Vogel, dus zijn vrouw heette Pechvogel. Zijn lied is te vinden op www.muziekschatten.nl. Peter Pech was een groot succes. Dat had u wel begrepen.
Jan Haan die leefde van 1902 tot 1963. Vlak voor zijn dood had hij nog een rol bij Zwiebertje, nota bene in een café. Vanaf 1937 was tijdens de OK-avonden ook het Amsterdamse duo Johnny & Jones te horen. Noel van Wezel was Johnny en Max Kanne was Jones, werkzaam bij de Bijenkorf. Ze werden in 1934 ontdekt. Ze zongen quasi-Amerikaans in de stijl van Slim & Slam en de Mills Brothers. Worden ze hier tijdens zo'n OK-avond? Eerst nog even een stukje Esmeralda onder leiding van Eddie Wallis. En de omroeper is Arie van Nierop. Notabene, op 13 mei, of ietsje later, dacht ik, het was al oorlog in 1940. Saxofoon-solo weer Johnny and Jones. Dames en heren, wij zingen nu voor u een heel nieuw liedje. En wel, de flatter the plate, hoe platter het bord. The flatter the plate, the fewer the soup. The fewer the soup, the shorter the spoon. The shorter the spoon, the less you eat, then the less you eat, then the thinner you get. Now the coat and the pants do all the work, but the best gets all the gravy. Thinner you get, the worse you feel. The worse you feel, the longer your face. The longer your face, the sadder you look, baby. When you look sad, then your appetite's bent. Now the coat and the pants do all the work, but the best gets all the gravy. Monday, you're in the day. Sunday, you can speak. Start to find that 7 days. Wizard eating makes 1 week. You start sewing sinks, the window is smashed. The cup for the cups, you go to the coop. You're living on bread, the water be called. The flatter the plate and the fewer the soup. Now the coat and the pants do all the work, but the pest gets all the gravy. Aye, da da do da da do da. Aye, da da do da da do da. Who plot the report, who minder the soup. Who minder the soup. Kleiner de kluif, hoe minder de kluif, hoe minder je eet, dan ben je nog praat, voordat je het weet. En je jas en je broek die zijn te wijd, en het vest is niet te dragen. Hoe minder je eet, hoe dunner je wordt, hoe dunner je wordt. Hoe kleiner maar het hemd, hoe kleiner maar het hemd, hoe kleiner maar het boord, totdat je de stem van de engeltjes hoort. En je jas en je broek die zijn te wijd, en het vest is niet te dragen. Maandag eet je niets, dan ben je flink van streek. Maar zondag eet je iets, 7 dagen maak je week. Hoe dieper het bord, hoe meer dat je eet. Hoe meer dat je eet, hoe dikker je wordt. Hoe dikker je wordt, hoe gekker je loopt. Totdat je vermagering spilletjes koopt. En je jas en je broek die zijn te nauw. En het vest is niet te dragen. Ai da 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 da. Ai da 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 da. Ai da 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 da. We're gonna break it up tonight, great boy. Johnny and Jones. In de laatste dagen voor de bevrijding van 1945 stierven zij van uitputting in een concentratiekamp in Bergen-Belsen. Johnny 26 jaar oud, Jones 29 jaar oud. Vind ik altijd zo'n treurig verhaal. Vrolijke liedjes en dan zo'n eind. De naam S. de Vries junior viel al. Hij was regisseur van het zo populair geworden hoorspel Dodenhuis. Een hoorspel in 13 episoden. De eerste op 9 juni 1939... De laatste op 1 september 1939. Rolly Numan die speelde de valse tante Beatrice. Dodenhuis. De tweede episode waarop u een week hebt moeten wachten. Julius King, de bejaarde eigenaar van Dodenhuis, heeft zijn enige nicht Carrie Moore naar Dodenhuis laten komen. Zij weet niet waarom. Zijn chauffeur Carl Lawrence, die Carrie aan het station heeft afgehaald, heeft een gevoel dat er iets niet in de haak is. Carrie heeft eenzelfde gevoel.
Sinds de eerste episode zijn enkele minuten verlopen. Carrie en Carl hebben zojuist Dodenhuis bereikt. Het ziet er somber en naargeestig, ja onheilspellend uit. En hier is dan die valse tante Beatrice, gespeeld door Rolien Numan. Carrie, tante Beatrice. Waarom sluip jij midden in de nacht door het huis? Ik ga juist naar mijn kamer. Maar waarom ben jij op? Jij hoort in bed te zijn. Ik ga naar bed, tante Beatrice. Waar ben je geweest? Je bent aan het spioneren geweest, hè? Aan het spioneren. Hoe komt u op? Laat dat maar aan mij over. Waar ben je geweest? Wel te rusten, tante Beatrice. Nee, zo kom je er niet af. Ik wil weten waar jij geweest bent. Geef antwoord. Laat me los. Hoe durft u? Laat me los, zeg ik. Ik moet weten waar jij geweest bent. En nou geef je dadelijk antwoord. Hoor je? Ik denk er niet aan. Laat me los. Jij bent een brutaal schepsel. Enfin, er is niet veel anders te verwachten van de dochter van zo'n man. Tante Beatrice, nu is het genoeg. Zeg het maar dadelijk. Jij bent bij je oom Julius geweest, hè? Jij hebt geprobeerd in een goed blaadje bij hem te komen. Ik weet niet waar u de onzin vandaan haalt. Is goed, meisje. Jij kunt je gang gaan. Maar ik kan je wel bij voorbaat zeggen. Veel genoegen zul je er niet van beleven. Oeh, la la. Omroeper Arie van Nierop zei na de laatste aflevering of de luisteraars belangstelling hadden voor een vervolg. Men had het niet verwacht, maar honderden en honderden luisteraars wilden een vervolg. De oorspronkelijke auteur, Jawa Garrison, wilde geen vervolg schrijven. Toen deed Esther Vries Jr. het zelf onder de naam Peter Gutman. Willem van Capelle, die leefde van 1889 tot 1976, was vroeger bij de VARA. Hij werkte van 1926 tot 1956 als regisseur, schrijver, acteur en leider van de VARA Horsbachkern. Al in 1928 ontstond de familie Mulder, speciaal voor kinderen. Na een paar weken vond Willem al dat er te weinig gebeurde en voerde onder andere een oud eigenwijs baasje op dat allerlei onpedagogische dingen zei. Dat vonden de luisteraars wel leuk. Ome Keesje. Zo was het, ome Keesje. Ja. Ik vind het aardig van je dat je me komt opzoeken. Ja, en ook mijn zaak verkocht, weet ik met mijn vrije tijd geen raad. Ja. Dat wordt natuurlijk anders als Rolando weer terug is. Dan gaan we violen bouwen. Ja, dat wil zeggen, hij bouwt ze. En van de winst die we maken, steek ik 40% in mijn zak. Ja, je zegt dat nou wel, Geert. Maar ik blijf erbij dat ik die zaak toch niet vertrouw. Jij hebt Orlando 40.000 gulden gegeven. Geleend, ome Kees, geleend. Ja, goed geleend. Maar als je het mij vraagt, dan geloof ik dat jij die 40.000 gulden kwijt bent. Kwijt ben? Ja. Je bedoelt dat Orlando niet terugkomt? Ja. Ja, als die er met mijn 40.000 gulden vandoor is gegaan, dan is er nog geen man overboord. Die viool die een waarde van 70.000 gulden vertegenwoordigt, is in mijn bezit. Nee, ome Kees, mij kan niks gebeuren. Ja, ik ben er niet zo van overtuigd dat die viool aan waarde van 70.000 gulden vertegenwoordigt. Willem van Capelle als ome Keesje. Kees Pruis weer in 1940 met een ledenwerfspot. Ja, toen ook al. Terwijl u bij de radio van de muziek geniet, of luistert naar een liedje dat u wat verstrooiing biedt, u neuriet een refreintje mee dat u toevallig kent, vergun ons dan de vraag of u niet iets vergeten bent. Heb je niets vergeten, denk eens even goed, zou er nog wat wezen dat gebeuren moet. Laat ons even praten, nu u toch daar zit, staat u ingestrepen, bent u paralyt. Heb je niets vergeten, nu u daar zo zit, staat u ingeschreven, bent u paralyt. Kees Pruis, ik denk ook weer met Esmeralda onder leiding van Eddie Wallis. De Ramblers, opgericht op 1 september 1926 onder leiding van Theo U. de Masman, was in het begin nog een zevenmansformatie met toen al drummer Kees Kranenburg.
Het orkest breidde uit naar zo'n 15 man. In 1933 incidenteel voor de VARA. Speelde ook even voor de AVRO. Maar vanaf 1936 vast bij de VARA. In 1933 kwam de Belgische trombonist, zanger Marcel Tielemans erbij. Met een onderbreking van de oorlog hebben de Remmers opgetreden tot 11 april 1964. Kenners zoals Skip Voogd zeggen dat de Remmers het populairst waren in de jaren 30. Dat kwam vooral door de shownummers van Jack Bulteman, zoals Wie is Loesje, Het proces van Pietertje Swing, Meneer de Baron is niet thuis, maar ook liedjes als Dagschattenboutje, Flip de Fluiter en Weet je nog wel die avond in de regen. Ik draai eens een keer een instrumental van Jack Bulteman, want die had hij ook, bijvoorbeeld Promenade, Steeplechase en Bouncing in Bavaria in 1946, zelfs gebruikt door de AFN, American Forces Networks, in München. Bouncing in Bavaria van Jack Bulteman door de Remmers onder leiding van Theo Udemasman. Vorige week heb ik u dat verhaal nog verteld over de terugkeer en over het Varen Dansorkest van Charlie Nederpelt. In die rij van ensembles en orkesten heeft u misschien wel gemist de Millers. Die waren in 1940 als kwartet begonnen met de gebroeders Ab en Jochem de Molenaar. Ab gitaar en Jochem bas, opgevolgd door Paul Schiepert. Joop Maten piano, opgevolgd door Henny Keizer. Je had ook nog de violist Willy van der Mandelen, die noemde zich Jan Doedel. Na de bevrijding ook veranderingen in de samenstelling. Sunny Day zat er ook bij vanaf het begin. En ze zongen 1946 voor de VARA met Pia Beck en de Millers het liedje Chickery Chick. Chick-a-la-cha-la, chick-a-la-roll me, and a banana go.
time you're sick and tired of just the same old thing. Saying just the same old personal thing. Be just like a chicken who found something new to say. Open up your mouth and start to say. Oh, chickabee, chick, chala, chala, chickala, roomy, and a banana, gabalaga, balaga. Can't you see? Chickabee, chick is me. Het was een hit voor Sammy Kay en de zijne in 1946, Chickory Chick. Ab de Molenaar was er altijd als de kippen bij. In de oorlog had hij dat ook gedaan. Altijd luisteren naar buitenlandse zenders en dan die melodieën noteren. Duet van Sunny Day en Pierre Beck. Pierre formeerde vanaf 1949 een eigen trio. Ze zou 18 september 100 geworden zijn. In werkelijkheid werd ze 84. De Millers traden tot 1961 op bij de VARA. Skip Voogd bracht ze in 1968 terug bij de NCRV met alle Millers coryfeeën door de jaren heen. Sunny Day, Pia Beck, Susie Muller, Eddie Doornbos, Paul Ruys, Koen van Nassau vibrafoon, leider Ab de Molenaar gitaar, leefde van 1921 tot 1985. Sunny Day en Ab de Molenaar hadden tegen de VARA-leiding in 1946 gezegd: ga eens praten met Jaap Velleman, die heeft een grote platencollectie. Omdat er na de oorlog weinig platen voorhanden waren, wilde de omroep graag gebruik maken van Vellemans verzameling. Oké, maar dan wilde hij die selectie wel zelf presenteren. Dat mocht. Vanaf 6 juni 1947 hoorde je bij de VARA Pete, want zo moet je dat zeggen, je schrijft P-E-T-E, Pete Velleman. Pete Velleman presenteert USA Cabaret. Behalve USA Cabaret had Pete Velleman programma's als Swing and Sweet from Hollywood to 52nd Street, een LP-parade en de maandelijkse topsongs. Jockey Spike Jones bereedt een nieuwe winnaar en belandt meteen in het gastenboek van USA Cabaret. Denver! Welkom, Spike. En voor hen die bij de boekmaker geen geluk hadden, is er een kleine troost in de lounge. Die topsongs die werden natuurlijk het meest beluisterd, tot groot verdriet van jazzkenner Pete Velleman, gebaseerd op de bestsellerlijsten van Billboard. Die half uren die waren ook op zaterdagmiddag. De laatste in 1957. Toen stond Elvis op 1 en Pete had een hekel aan Elvis. Maar ik heb hier nog een ouder fragment. Dat waren ze, vrienden, de topsongs van de maand, alle 12. En ter herinnering... In april 50 won... All I want is having you and music. I'd do anything for you, anything you'd want me to.
met op de tweede plaats. Have you ever passed the corner of 4th and Grand? For a little ball of rhythm has a shoeshine stand. People gather round and they clap their hands. He's a great big bundle of gold. Hip-hop's a boogie-woogie rag. The Chattanooga shoeshine bar. And as number three. R-A-G-G-M-O-P-P, rag bop, boo-boo-ba-ba-ba, rag bop. Wat de toekomst betreft, tot zaterdag 2 juni, 4 uur precies, voor VARA's Hit Parade. Was a song in my heart. Piet Velleman sprak ook een beetje quasi-Amerikaans. Hè? Een mooie stem. In 1960 even terug bij Radio Luxemburg. In 1967 bij de KRO op Hilversum 3, Where the Action is. En vanaf 1985 bij de VPRO. Korte programma's als de Soul van Piet Velleman en de Jazz van Piet Velleman. Hij leefde van 1921 tot 2000. De VARA kende ook zomerfeesten. In de jaren 30 had je ze al. Met onder andere de beroemde tenor Jozef Schmid. Op 19 juni 1949 sprak minister-president Drees. Wanneer ik nu op deze dag dit veld overzie, dan dringt het weer tot me door hoe sterk de VARA geworteld is in de harten van tienduizenden. Wij hebben in de bezettingstijd en daarna menigmaal overleg gehad, ook over de toekomst van de omroep, over de regeling van de radio. Men werd zich sterker bewust dan tevoren van wat het Nederlandse volk gemeenschappelijk had. Men had het gevoel dat het Nederlandse volk wel eens wat al te zeer door schotjes verdeeld was. En men besprak hoe een betere samenwerking, een grotere eenheid, ook in de omroep kon worden verwerkelijk. Willem Drees was dat. Peter Pech, oftewel Jan Haan, kwam na de oorlog weer terug, maar hij vond geen aansluiting bij de nieuwe tijd. Werd in andere programma's gezet die niet aansloegen. Arie van Ierop vroeg in 1952 aan Karel Prior, sinds 1947 nieuwslezer en omroeper, om het amusement op de zaterdagavond wat op te frissen. Karel slaagde erin met de showboat, met het Metropolekerst met solisten, de Ramblers met solisten en tal van acts. Luister met alle bij uw oren. Want wat nu komt, wil ieder horen. Hier is de showboat voor vrolijk publiek. Vol met plezier, vol met muziek. Kom ook aan boord, u amuseren. Laat u geen zorgen nu noteren. Feest gaat beginnen, de showboat ligt vast. Hier komt een programma dat ieder verrast. De drie kleur omhoog in de mast. De Showboat Show, met teksten van Kees Tip en Ben Elders en arrangementen van Pie Scheffer en Bert Page. Medewerkenden Kees de Lange, Rijk de Gooier en Dolf van der Linden met zijn metropoolorkest. Extra attractie, de Engelse pianist Bill McGaffie. De VARA-omroeper Koen Serré, ook zeer geliefd. In de showboat het cabaret Mimosa, met teksten van Elie Asser. En types, ik zei het al, als Rijk de Gooier, die speelde Bartels. Tom Manders als Doris en Wim Zonneveld als de orgeldraaier Willem Parel. Luister
het centenbakje niet kan roken. Zoon van een orgeldraaier en als lader van het Nederlands Parelgenootschap het N. Pai. Gai. Sta ik hier voor de laatste keer in het licht van de openbaarheid ten einde dank te zeggen aan al degenen die in de afgelopen jaren hun oor aan mij geleend hebben. Dat waren er nogal wat. Duizenden en nog eens duizenden hebben hun oor aan mij geleend. Dus u moet maar even naar Hilversum komen. Dan kan u zelf uitzoeken welk oor van u was. Wim Sonneveld. Hij leefde van 1917 tot 1974. In 1957 ging Karel Prior met zijn hele stal naar de AVRO. Tom Manders bleef. Die hoorde je ook in de vervolgprogramma's Plein 8 uur 13 en Week uit Week in onder regie van omroeper Joop Koopman. Wij waren op Plein 8 uur 13 samen met Andrea Domburg, Animals de Leeuwen, Hetty Blok, Maya Bauma, Guus Hermes, Luc Lutz, Steyr van Brandenberg, Koen Flink, Job Fischer junior, Harry Knap, Theo Eertmans, Dick Schallies, Sem Nijveen en Dol van der Lindens Metropoolorkest. De buitenlandse gast was Jean-Philippe. Teksten, Hetty Blok, Jan Blokker, Piet Heil, Willy van Hemert, Harry Knap, Kees Stip en Benny Vreden. Arrangementen, Pies Scheffer en Bert Page. Samenstelling en regie, Joop Koopman. Tussen de dagen met kopzorgen in. Plein 8 uur 13, feestelijk heimpen en vrolijk begin. Oh. Daar gaat de man met ballonnen. En daar gaat de snelteken naar. Daar vind je onder lampionnen. Jezelf weer en elkaar op een bankje hier en daar. Plein 8 uur 13, tussen de huizen van ieder zijn plicht. Plein 8 uur 13, onder de bomen met sprankelend licht. Waar of je gisteren ook had moeten zijn. En waar of je maandag misschien nog wil komen. De vaste halte van iedere lijn. Is ons plein, is ons plein, is ons plein, is ons plein. Plein 8 uur 13, plein 8 uur 13, plein 8 uur 13. Worden duidelijk de stemmen van Corrie Brokken en van Jaap Dubbelboer in de herkenningsmelodie van Plein 8 uur 13 met als omroeper Joop Smits, later ook op televisie naast Alice Berger. In 1952 gebeurde er nog iets anders. Cabaretier Wim Ibo had in Amerika rondgekeken en geluisterd en ontdekte dat daar een programma op de radio was waarbij publiek in de zaal de avonturen van een familie volgde. Wim legde dat idee bij de vader neer. Wel, die wilde er natuurlijk weer niet aan. Maar zij zwichten toch, gelukkig maar. In Holland staat een huis, heette dat programma. Maar spoedig werd het door de luisteraars de familie Doorsnee genoemd. Razend populair van 1952 tot 1958. Tekst Annie M. G. Schmid, die leefde van 1911 tot 1995. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In dat huis daar woont een heer. We leven in een bezeten wereld. En die heer die kiest een vrouw. Oh. En die vrouw die kiest een kind. Jongens, ik heb weer een nieuwe baan. En dat kind dat kiest een broer. Nou ja, we bellen nog wel. In Holland staat een huis, ja ja, van je tjingela, tjingela, hop, sasa. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Waaraan denk jij als je even stilstaat bij je prille jeugd? Poppenhuis. Mm-hmm. En poesiealbum. Poesiealbum. Ieder meisje heeft het gehad toen ze klein was. Wees lief en onschuldig, wees vrolijk en blij en ziet ge in uw album, dan denk eens aan mij, Marietje. Wie was ook alweer Marietje? Ik lag in mijn tuintje en sliep.
Toen kwam er een engel die riep... Siesje, je moet ontwaken om een versje voor Mientje te maken. Wie was Siesje, Mien? Wie was Siesje? Er bloeit een bloempje in het dauw. Zo zacht, zo lief, zo hemelsblauw. Dat je toeroept in het verschiet. Lieve kind, vergeet mij niet. Ri-ra-rasse, wat heb ik zitten krassen. Met een gouden lintje, twee pluche rozen en voor altijd je vriendje. Twee vergeet me nietjes zo blauw. Ik blijf je eeuwig trouw, ik blijf je eeuwig trouw. Maar 20 jaar later dan zeg je, hé, hey, wie was toch ook weer André? Twee open oogjes, een hartje van goud, een zuiver geweten, zorg dat je het behoudt. Wie schrijft er in mijn poesiealbum? Twee witte duifjes met een gouden lintje, twee pluche rozen en voor altijd je vriendje. Twee vergeet me nietjes zo blauw. Ik hou zoveel van jou, ik hou zoveel van jou. Maar 20 jaar later dan zeg je, hé, hey, wie was er ook weer die Gree? Wilt gij aller klippen mijden van de grote levenszee? Neem dan voor kaptein en stuurman deugd en liefde met u mee. Wie schrijft er in mijn poes? Later, dan zeg je, nou, waar blijft die eeuwige trouw? Poesiealbum, de familie Doorsnee, vader Doorsnee Cees Lasseur, moeder Doorsnee Sophie Stijn, Lisbeth de dochter Lia Doranna, Robert de zoon Kees Brussen, Sjaan de huishoudster, gespeeld door Hetty Blok, en Willem haar man Jovice junior. Jan Blok gitaar, Corlemerre piano, schreef ook de muziek van dit liedje. Wim Kan, hij leefde van 1911 tot 1983, begon in 1931 op te treden, richtte in 1936 het ABC-cabaret op, maakte in 1954 zijn eerste oudjaarsavondconferentie bij de VARA. Nou jongens, vooruit, laten we niet zeuren. Wat gaan we doen? Laten we niet zo lang zeuren. Willen we de knipcursus aanvragen? Van Ida de Eeuw van Drees, vind je dat mooi? Of willen we het buitenlands overzicht doen, vind je dat misschien leuk? Buitenlands overzicht van de heer Van der Mandelen laten knippen, dat is ook altijd mooi. Luistert u wel eens naar die man, vind ik ook mooi. Die krijg je ook weer met de jaarwisseling, krijg je weer van. Eisenhower. Eisenhower daarentegen. Zal zeer zeker. In verband met de aanstaande jaarwisseling. En mede met het oog op het échec van Mandas France in de Kamer heeft geleden. Begrepen dat de soevereiniteitsgedachte van Duitsland was. Nou, dat doen we dan ook niet. Wat doen we dan, jongens? Wat doen we dan? Wat gaan we dan doen? Weer een boekbespreking aanvragen. Vindt u dat leuk? Boekbespreking van Dr. P.H. Ritter junior. Hoe oud zou die senior langzamerhand zijn? Moet een stok houden. Wel geworden zijn ze. En toch maar, ik zondagmiddag altijd graag naar die man luisteren. Hoor. Kan lekker vertellen. Kan lekker sappig vertellen van die droge boeken. Ja, dat is er mooi van. In het vijfde hoofdstuk. Voert de auteur ons mee en dan te bedenken dat geen mens het eerste hoofdstuk heeft gelezen. Wat lezen wij Doorsnee Hollanders nou? Wat leest nou de familie Doorsnee? Wat lezen we?
Wat lezen wij nou? Wij weten van literatuur zo bitter weinig, jongens. Wij weten meer van de bitter dan van de literatuur, laat ik dat vertellen. Ah, we weten dan van niks, jongens. We halen alles door de war ook. We weten van niks. Ik had laatst een mevrouw die wou het boek lezen van Fanny Blankenskoen, Opstand der Horden. Vervolgens had hij een conferentie in 1956, 58, 62, 63, 66, want men denkt ieder jaar, dat was niet zo. En in 1973, en toen kwam hij ook eindelijk voor televisie, wat hij eigenlijk helemaal niet wilde. Gabriel de Wacht, die leefde van 1921 tot 2003. Die maakte vanaf 1946 prachtige radioprogramma's, klankbeelden, documentaires en magazines. Willem van Beuzekom, u weet wel van de popreconstructie, die somde ze in 1984 op in een serie over Gabri. ...40 jaar bij de radio. 40 jaar bij de VARA. 40 jaar programmamaker. Van 1945, het stond in de krant. Via de jaren 50, jeugd en jongeren en de groene kalabas. De jaren 60, de klankbeelden en marimba. De jaren 70, rakelings en boemerang. En de jaren 80, bijvoorbeeld met De Verwondering. In de Tweede Wereldoorlog ontdekte een groep mariniers op een klein eiland in de oceaan een man. En ze vroegen, wat doet u hier? Hij zei, ik ben hier naartoe gegaan om te vergeten. Ze vroegen, wat wou je nou vergeten? Hij dacht na en zei, dat ben ik vergeten. Mooi. Gabriel de Wacht maakte ook veel programma's met Bob Uschi. Andere populair varenomroeper was Aad Bos. Die is er nog, hij is nu 84. Die had voor 1953 een opmerkelijke sollicitatie. Dat deed hij via een glasplaat. Zo heb ik dan altijd verlangd zelf nog eens achter zo'n Hilversumse microfoon te kunnen gaan zitten of staan. En te gaan van de omroepcel naar Studio 9 of waar dan ook heen. Wat me nu verder bij het werken bij de omroep zo aantrekt, misschien is het wel de afwisseling. Of het voortdurend onder hoge druk staan van zijn medewerkers. Of ook om mee te kunnen werken aan de uitzaaiing van het democratisch-socialistische woord in de ether. Deze grammofoonplaat dienen als kennismaking met mijn stem. En met deze tune nemen we weer afscheid van de Kinema Hawaiians en hammondorganist Johan Jong. De Ramblers Band Show. Drie kwartier dwaze zaken rond de muziek van ons radiodansorkest onder leiding van Theo Hudemasman. Medewerkenden Connie van Bergen, Rob de Nijs en de Lords, Tony Huurdeman, Piet Reumer en de Wama's. Teksten Jan de Cler en Emu Lopez, algehele leiding Joop Seune. Ah, Bos, wel luidende stem. Ook een jazzkenner, Radio Jazz Magazine, ook samen met Michiel de Ruiter en All That Jazz. En hij koos ook de muziek voor Weer of Geen Weer. Daar gaan we naartoe. Want behalve Aad Bos had je dus omroepers als Koen Seree, Jaap Brandt, Joop Allema bij de dames, Betty van der Laan en Joop Spits. Die horen we in de tune van Weer of Geen Weer. Het programma van Bert Garthof, die leefde van 1913 tot 1997. Spoedig ook met Leo de Beer. Dat programma was er van 1955 tot 1978. De voorloper van Vroege Vogels. Of geen weer. Een programma voor de vroege zondagmorgen, voor u samengesteld door Bert Garthof en Leo de Beer.
Gerrit. En hier is dan Gerrit. Gerrit. Eén van de vier. Ja, ja. Gerrit de Weerman, zo hebben we er maar één. Maar deze Gerrit is er eentje van vier. Vier raven. Raven die dit voorjaar uit Noord-Duitsland naar Nederland gekomen zijn. In een poging. Niet hun poging, ze waren nog nestjongen toen ze werden overgebracht. In een poging van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds om de raaf weer hier in Nederland inheems te laten worden. 100 jaar geleden was de raaf algemeen hier. 50 jaar geleden was zijn glanzend zwarte verschijning al een witte raaf geworden, zo gezegd. 43 jaar geleden werd de laatste Nederlandse raaf doodgeschoten. Nu zijn ze er dus weer, maar voorlopig als halfjarige jongelingen in vliegkooien, vele meters hoog, breed en lange bouwsels, waarvan er één met vier van deze immigranten erin ergens in een Utrechts heuvelrugbos staat, waar Soesterberg ze hoorbaar voorhoudt hoe belangrijk het is dat er gevlogen wordt, en met verzorger van Oik als hun dagelijks verbindingsman met het Staatsbosbeheer. Bert Garthof. Hij maakte ook Dit is uw leven, werd opgevolgd door Letty Kosterman. De Vara had net als andere omroepen ook allemaal van die korte berichten, korte programma's. Vara Varia hadden ze bij de Vara, socialistisch commentaar van K. Voskuil, van de wieg tot het graf, door Koen van de Lende en het praatje tussen mens en nevenvlek. Dat duurde wel lang hoor, door Dr. C. van Rijsingen. En je had ook een hele tijd het commentaar op het nieuws door Meijer Sluizer. Hij leefde van 1901 tot 1973 als journalist, onder andere van het dagblad Het Vrije Volk. En de Groene Amsterdammer was ook bestuurslid van de Vara. En van 1953 tot 1969 op de zaterdagavond commentaar op het nieuws. Omroeper is nu Jaap Brandt. Het is nu 6:15. Hier is Hilversum 1, de Vara, met commentaar op het nieuws door de heer M. Sluizer. Geheel zeker is het nog alles behalve zeer gewaardeerde luisteraars, maar het ziet er naar uit dat de Amerikanen morgen tussen 11:00 's morgens en 4:00 's middags een stoutmoedige poging zullen wagen om met een raket heel dicht bij de maan te komen. Het komt namelijk toevallig, wat je dan toevallig noemt, zo uit dat morgen een periode aanbreekt van enkele dagen waarin de maan betrekkelijk dicht bij de aarde zal staan. Dan moet u dat dicht natuurlijk ook weer niet te letterlijk opvatten, want als de maan de aarde het dichtst genaderd is, dan staat hij, hij of zij nog altijd een 357.000 kilometer hier vandaan. Ze had ook het sportpraatje van Klaas Speerboom en een prachtig sportprogramma op de zaterdagmiddag. Op uw plaatsen. Klaar. Tussen start en finish. Vara's zaterdagse sportuitzending met nieuws van overal. Dat was weer de stem van Aad Bos. Dan had je zondag na het nieuws. Je had eerst om 5:30 een hoorspel voor de jeugd. Dan om 5:50 het nieuws. En dan 6:05 het zondag sportjournaal met Bob Spaak. Jan Klaasens die de stand op 8-0 brengt, dames en heren. Klaasens die de hele wedstrijd als zesde voorhoede speler steeds maar weer geprobeerd heeft om succes te forceren. En we zien hoe zijn medespelers hem met dit geluk feliciteren. Hij is zelf zo blij, hij sprong. Daar is in een klein hokje van het Feyenoordstadion. Zijn we met de experts nog even bij elkaar gaan zitten om de wedstrijd Nederland-België 9-1 na te beschouwen. Wedstrijd, Ad van Hemmenes als eerste expert. Mag ik dit nog wel een wedstrijd noemen? Deze wedstrijd heeft eigenlijk 6 minuten geduurd. Ja. En toen het na 6 minuten 3-0 voor Nederland stond, toen was het eigenlijk al een verloren zaak voor België. Ja, en als wij in hetzelfde tempo doorgegaan waren met scoren, dan was het 45-0 geworden. Dat is gelukkig niet doorgegaan. Maar het is toch wel een debaculeuze nederlaag voor die Belgen geworden. 9-1. Maar eerst zou ik eigenlijk even willen weten, Ad. Jij bent altijd zo goed op de hoogte met cijfers. Wilkens heeft vandaag 3 doelpunten gemaakt. Ja. Hoe staan we nou? Wilkens heeft nu 32 goals gemaakt voor het Nederlands elftal. Ja. En hij staat nu nog maar 1 goal achter op Abel Enstra. Dat zei ingenieur Ad van Hemmenes, de vader van Viola Holt. Samen met Bob Spaker versloeg hij voetbalwedstrijden. Maar Bob had eind jaren 50 ook de Ontbijtclub, een platenprogramma met aardige dingen. Pat Boone was populair vanaf 1957.
Dus er werd veel gedraaid. Dan zei Bob vooraf de dagelijkse boenbeurt. En na afloop van de plaat, dat was weer Pat. Bob was leermeester van Mart Smeets. Voor Mart Smeets, dat zegt Mart vaak. Tussen start en finish is later nog voortgezet door Henk Spaan, Kees Jansma, Nelleke Rademakers. Harry Vermeegen kwam erbij. En dat ging over in tussen Barend en Van Dorp. Met Frits Barend en Henk Van Dorp. Nettie Roosevelt, ze leefde van 1921 tot 2001, was in 1944 te horen bij Radio Reis in Nederland. In 1946 bij de AVRO, vanaf 1948 bij de VARA. Ze was heel even televisieomroepster vanaf 1951. Presenteerde voor de radio naast Theo Oertmans de quiz Je neemt er wat van mee in 1958. Weet u er anders van of heeft u geen idee? Hoe de wind ook waait, je neemt er wat van mee. Vier etappen, 1000 gulden in het verschiet. Nooit verslappen, anders haalt u de eindstreep niet. Zit u de eerste keer al vierkant voor het blok? Of komt u als Onassis uit het glazen piekerhok? Kent u uw hobby zoals wij het ABC? Laat eens zien wat u presteert, thans volgt. Je neemt er wat van mee. Gepresenteerd door Theo Eertmans. Je neemt er wat van mee, ons spel in 4 etappes naar de 1000 gulden. Nou, dat wordt wel een hele merkwaardige slotuitzending vandaag, hè? Een slotuitzending is altijd droevig, maar we zijn er nog nooit in het seizoen zo slecht uitgekomen. Want we hebben nog maar 1 deelnemer over voor 1 ronde. Nou, dan zijn we toch lekker klaar over 8 minuten. Gaan we naar huis? Ja, over 8 minuten klaar, maar... Losse presentatie hè, voor die tijd. Dat gekuch, dat was van de radiovereniging, want daar heb ik het uitgelicht, van Arend-Jan Herma van Vos en Wim Noordhoek van de VPRO, zo'n leuk programma, de radiovereniging. Nettie Roosevelt maakte ook een programma voor de vrouw. Ze was getrouwd met radioreporter en programmamaker Arie Kleiwecht en beide kwam je later tegen bij de VPRO. Simon Carmichot kennen we vooral als de man van de kronkels aan het eind van de VARA televisieprogramma's met de muziek van Duke Ellington in The Sentimental Mood. Hij leefde van 1913 tot 1987 en hij was kastelein in 1958 van het Artiestencafé. Dames en heren, u bevindt zich op het ogenblik in een artiestencafé en het past mij bij u even duidelijk te maken wie ik ben en wat ik hier kom doen. Mijn naam is Carmichelt, ik was vroeger journalist van beroep, maar ik ben nu benoemd door Wim Ibo tot kastelein van dit café. Mijn vrouw zei, nou heb je toch eindelijk je bestemming gevonden. Nou kan ik me voorstellen dat andere mensen weer iets heel anders zeggen hoor. Bijvoorbeeld, hoe kan dat nou? Je kan toch maar niet zo ineens kastelein worden. Daar moet je toch voor zijn opgeleid. En dat is waar, want journalist, dat is eigenlijk nog het enige beroep dat je zonder diploma mag uitoefenen. Kun je ook aan een hoop kranten merken, vind ik. Simon Carmichot. Ja, hier moet ik dan toch weer stoppen. Er ligt natuurlijk nog een heleboel. Maar zoals gezegd, ik moest een keuze maken. En eindigt dan met de Farewell Blues, waarmee de Ramblers altijd eindigde. Maar ik kom terug volgende week met, dan gaan we beginnen aan de televisieprogramma's van de VARA. Buis zonder beeld. Dank voor het luisteren.